aflevering. We zijn vandaag in Aalten bij de Aaltense Dagen. Super gezellig. We zoeken vandaag de jongeren op om te vragen wat hun mening is over alcohol in het verkeer. Ik stap bij iemand in de auto die onder invloed is. Doe jij dat? Nee. Waarom niet? Ga ik wel lopen. Als je dronken bent, dan hoef je niet te rijden. Of onder invloed, noem je dat? Nee. Ja, onder invloed. Hoef je niet te rijden. Verstandig van niet, nee. Maar heb je het wel eens gedaan? Voor dat weet ik zo niet, nee. En hoe zit dat bij jou? Nee, ik denk het niet, want dan zit ik flink in een probleem als hij een ongeluk krijgt. In principe niet. In principe niet. Ik probeer dat van tevoren wel te voorkomen. Okay. Of ik rij zelf of ik spreek het af met degene. Ik zou het ook niet doen. Ik vind het een groot risico, want dadelijk veroorzaakt hij een ongeluk en daar zit je helemaal mee. Is er dan voor jullie nog een grens? Ik bedoel, een paar slokken bier of... Het ligt er een beetje aan hoe lang het duurt voordat we gaan, zeg maar. En nou, een biertje of twee biertjes op het begin van de avond, dat vind ik prima, maar niet, niet meer dan dat. Hoe lang loop jij niet meer recht? Naar hoeveel glazen ongeveer? Na een fles vodka. Oké, dus jij zegt tot een half glas vodka, of een halve fles vodka, mag nog iemand rijden? Ik zeg niet dat het mag, maar ik zou wel instappen dan nog. Ja? Oké, en hoe zit het bij jou? Nee, als iemand een half fles vodka op heeft, stap ik niet in. Heb je dat eens gedaan? Ja, ik heb wel eens gedaan. Ben iemand ingestapt die eigenlijk een paar biertjes te veel op had? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dan was ik zelf ook aardig, had ik aardig wat op en dan dacht ik er niet echt bij na. Maar ik denk als ik niet onder invloed zou zijn, dat niet zo snel zou doen. Ik stap bij iemand in de auto die onder invloed is. Wat? Dag mijn haar. Oh jee, vertel. Ik heb het wel gedaan, maar ik doe het niet meer. Nee, dat was geen leuke ervaring? Nee, ik hing op kop, dus dat... Oh, echt waar? Vertel eens. Ja, we vlogen uit de bacht en toen rolden we met de auto om, dus ja. Okay. Maar is alles wel goed gegaan of verder? De auto was kapot en voor de rest had niemand wat, dus het viel gelukkig mee. Oké, dus je hebt een wijze les eruit gehad, dat doe je niet meer. Je hebt 3 glazen bier genomen, naar hoeveel glazen water is het alcohol uitgewerkt? Is dat A, 3 glazen, B, 7 glazen of C, dat maakt geen verschil? Nee, maar je moet wel veel water drinken. Ik denk 7 glazen. 7 glazen en jij, ik hoorde bij jou een antwoord. Geen verschil. Nee, waarom? Het gaat er gewoon in je bloed en water gaat er minder erg naar je bloed, of niet naar je bloed. Ik denk C, maakt geen verschil. Want ik denk dat vanzelf wel vanzelf de alcohol eigenlijk eruit moet werken. En eigenlijk water niet echt, ja, wel iets van het vacht, maar niet echt heel veel verschil maakt. Ik denk dat het geen verschil maakt. Dat maakt geen verschil. Maakt geen verschil. Ik denk dat het ook geen verschil maakt, maar qua brakheid misschien wel. Voor de kater de volgende dag? Dat denk ik wel, ja. Maakt geen verschil. Geen verschil? Waarom niet? Omdat het moet toch uit je bloed gaan? Dat gaat toch niet met water? Ja, inderdaad uit je bloed. En wat denk jij? Ja, inderdaad maakt geen verschil. Maar als je 3 glazen op hebt, dan ben je al iets nuchterder voor jouw gevoel. Voor je gevoel meer. Ja, ja het klopt in... Uit je bloed. Nee, klopt inderdaad. Het is antwoord C. Het maakt niet uit hoeveel je drinkt. Het duurt gewoon ongeveer gemiddeld 1,5 uur voordat 1 glas alcohol uit je lijf is. Schuimte! Is. Ik ben enigszins in het midden met een rijbewijs, dus vaak ben ik de Bob en dat maakt me niks uit, want ik heb net zoveel plezier. Ja, meestal gaan we hier stappen en ik wil op de fiets naar huis toe, maar we hebben geen Bob, nee. Maar dat zou ik wel afspreken dan. En stel nou, jij hebt straks je rijbewijs en jij hebt netjes afgesproken dat je de Bob bent. Zou je dan toch gaan drinken of hou je echt netjes eraan? Nee, dat doe ik niet, want ik heb mijn trekkerrijbewijs ook al en ik heb laatst ook al een paar keer kunnen drinken, maar dat heb ik niet gedaan, dus... Je bent gewoon een echte Bob die 0% op heeft. Ik zou niet gaan drinken, nee. Ook omdat ik verantwoordelijkheid heb voor anderen. Dus nee, dat zou ik niet doen. Ja, nu wel. En is het altijd dezelfde of wisselen jullie het ook af? Het is wel af, dus dat... Ja. Dus dat wordt wel eerlijk verdeeld. Oké. Ja. Nee, jij drinkt niet? Nee. Dus jij bent heel vaak de Bob? Ja. Vind je dat vervelend? Nee. En belonen jullie haar dan ook een beetje met een colaatje af en toe? Of, een beetje. Water. Ja. Is het strafbaar om met alcohol te fietsen? Ja, we hadden het daar net al even over, op de fiets kan wel, maar is het eigenlijk strafbaar? Volgens mij wel, want ik heb wel een keer een boete gehad van openbaar dronkenschap. En hoeveel was die boete? Hoe hoog? Oh nee, wacht, er was een waarschuwing trouwens. Het was geen boete, het was een waarschuwing. Volgens mij mag dat wel, of niet? Of het is niet strafbaar bedoel ik? Het is niet strafbaar, je mag gewoon ladderzat nog fietsen. Nee, dat had ik ook wel niet. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, openbaar dronkenschap is strafbaar, maar hangt er vanaf of je heel dronken bent of niet. Oké, en wat zeg jij?
volgens mij niet. Maar wel openbaar dronkenschap, ja. Ik geloof wettelijk gezien wel, ja. Wettelijk gezien. Ja. Ja? Dat zeg je vol overtuiging? Alle openbare alcoholisme is strafbaar eigenlijk. Ja. Maar we doen het toch. Als je ladder zat bent, dat je dan wel een keer aan kunt gehouden worden. Maar anders denk ik daar eens niet. Ladder zat is de grens. Hebben jullie nog, iets specifiekers? Ja, als je niet, als je onveilig gedraagt in het verkeer, denk ik dat het... Dus jij denkt meer op gedrag. Ja. Van. Oké, gaan we even kijken het antwoord. Het antwoord is inderdaad ja. Het is strafbaar om onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs te fietsen. 0,5 promil, dat is de grens. Dus hetzelfde als een ervaren bestuurder om mag hebben, zijn twee biertjes eigenlijk. En de boete zit er ook aan vast, van €140. Hadden jullie die verwacht? Nee. Dat is wel veel, hè?